We kwamen hier om mijn eerste contract bij Groningen te tekenen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Je was natuurlijk al mee op trainingskamp naar Spanje. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het was een hele leuke ervaring. Natuurlijk met het eerste. Ik heb heel veel geleerd ook. En het was sowieso voor mij als persoon heel leuk om met die oudere jongens mee te gaan. En ik kijk heel terug op een hele leuke periode, ja. Maxime is een centrale verdediger die sterke opbouwende kwaliteit heeft met links en rechts. Prima kan pasen, kan indribbelen, daar comfortabel in is. En die eigenlijk ook steeds beter heeft geleerd om verdedigend ook zijn mannetje te staan. Nou, bij 121 probeer ik gewoon vol gas te gaan. En je hebt natuurlijk een aantal keer met het eerste meegedaan. En dan word je wel weer teruggezet naar 121, maar ik ga gewoon daar volle bak. En ik probeer gewoon mezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Inmiddels ook de aanvoerdersband, zag ik. Ja, klopt. Ja, sinds het tweede seizoen zelf ben ik aanvoerder. Ja, Tijmen die zit natuurlijk nu bij één die was voorheen aanvoerder. Alleen ja, nu heb ik die rol. Hoe is die rol voor jou? Past dat jou? Oh ja, nou, het is niet dat er ineens een last op mijn schouders ligt. Ik vind het leuk en ik gedraag me niet anders dan normaal. Ik coach gewoon veel, dus de trainer had gekozen dat ik aanvoerder was en daar ben ik wel blij mee. En toen hij net bij 121 kwam, dat een beetje bleuwe en een beetje rustige jongen was. Die eigenlijk gaandeweg zijn plek heeft gevonden. En vanuit daar ook, vanuit een beetje, misschien wat speelser, eigenlijk steeds bewuster is geworden of zelfbewuster is geworden van de manier van trainen, van je dingen gewoon goed voor elkaar hebben, van constant een goed niveau halen. Ja, en daar heeft hij echt een mooie ontwikkeling in laten zien, vind ik. Mijn familie was erbij, mijn ouders, mijn stiefmoeder en mijn broer en mijn zusje. En ik heb getekend voor 2 jaar plus optie. Dus we gaan een mooie tijd tegemoet, ja. Nou, het doel is dat ik eigenlijk de komende periode bij 121 gewoon me goed laat zien. Zodat ik uiteindelijk weer de stap ga maken om weer aan te sluiten bij het eerste. En zo snel mogelijk mijn debuut te maken.